De overgang van Lucas Woudenberg naar sportclub Heerenveen hing al een aantal weken in de lucht. Maar deze week is de transfer dan echt rondgekomen. De 23-jarige linksback uit Zwammerdam vertrekt bij Feyenoord en tekent voor 2 seizoenen en een optie voor nog een 3e jaar in Friesland. Ik speelde al een paar weken, de club meldt zich bij Feyenoord en zo gedurende met mijn zaakwaarnemer uiteindelijk gesprekken gevoerd. En zo gaat het dan en nu eindelijk hier. Er was de laatste tijd de nodige getouwtrek rondom Woudenberg. In eerste instantie zei Feyenoord hem alleen te willen verhuren, terwijl Heerenveen zijn poot stijf hield en per se wilde kopen. En daarnaast was ook Woudenberg zelf nog, die weg wilde bij Feyenoord omdat hij niet kon rekenen op wekelijkse speeltijd. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd. Uiteindelijk is de keuze voor Heerenveen geworden. Gewoon heel goed gevoel bij, goede gesprekken gevoerd. En ook gewoon altijd als ik naar Heerenveen kijk, goed voetbal gezien. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. De Dammenaar voetbalt sinds zijn 10e voor Feyenoord. De Rotterdammers verhuurden hem aan Excelsior en NEC, waar hij binnen mum van tijd uitgroeide tot een van de bepalende spelers. Bij Feyenoord kon de jeugd international echter nooit een vaste waarde worden in de hoofdmacht. Ik heb daar heel mijn leven eigenlijk gespeeld. Van kleins af aan begonnen in de jeugd doorlopen. En bij Feyenoord ook een x-aantal wedstrijden mogen spelen. Uiteindelijk is het met 2 gevoelens sta ik hier. Het belangrijkste is voor mij dat ik nu weer wekelijks wil gaan spelen. En ik ben blij dat ik hier nu ben. Ja, die andere kant van het dubbele gevoel is dus dat Woudenberg nooit echt heeft kunnen slagen bij zijn jeugdliefde Feyenoord. Bij Heerenveen wil hij dat wel realiseren en wie weet wat het allemaal gaat betekenen voor het vervolg van zijn carrière. Zijn overstap naar Friesland betekent echter wel dat de Witte Keniaan, zoals zijn bijnaam luidt, moet verhuizen naar de andere kant van het land. Ik heb me laten vertellen dat het natuurlijk heel anders is dan Rotterdam. Het is een rustige omgeving, maar ik kom zelf ook gewoon uit een rustige omgeving. Dus wat dat betreft zal er niet veel veranderen. Maar goed, het is een nieuwe stap. Je leert weer nieuwe mensen kennen, een nieuwe omgeving. Maar daar heb ik heel veel zin in om daar naar uit te kijken. Op zondag 13 augustus speelt Woudenberg zijn eerste competitiewedstrijd met Heerenveen. Dan staat direct de Noordense derby tegen FC Groningen op de rol. Hij draagt komend seizoen rug nummer 16 bij Heerenveen. Ik heb heel veel zin om hier te beginnen. En, ik zou zeggen, het stadion hier om je heen is prachtig en daar wil ik graag in spelen.